Oudewater is enorm geschokt door dit tragische ongeval. Lars was een heel ondernemend mannetje, bekend bij de buurt, zou naar de school gaan na de zomer. En dit is onbevattelijk. Nou, in de eerste plaats is het vooral het verdriet van de ouders zelf en de dierbaren. En wij leven op gepaste wijze mee. En de ouders hebben vanmorgen zelf op het stadskantoor een herinneringsplek ingericht hier achter mij. En iedereen die dat wil kan daar een herinnering of een boodschap opschrijven. Heeft de ouders gesproken meerdere malen afgelopen dagen? Hoe is het met ze? Ze zijn heel verdrietig, heel aangeslagen en tegelijkertijd geraakt door het enorme meeleven van onze Oudewaterse gemeenschap.